Dan, de man op de volgende. Hele duidelijke beelden. Heeft iets naar ze uitgehaald bij mevrouw van 82. Hoe die dat deed, is precies te zien. Op zaterdag 1 september staat de mevrouw bij deze geldautomaat aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. Terwijl ze wat geld opneemt met haar Rabobankpas, duikt achter haar een jonge man op. Hij maakt zich alvast klaar voor de wisseltruc die hij zo gaat uithalen. Wanneer mevrouw wegloopt met haar pas, toetst hij snel iets in op de automaat. Waarschijnlijk iets zodat er een boodschap op het scherm verschijnt, dat je nog iets moet intoetsen. Daarna richt hij zich tot de dame en maakt haar wijs dat ze iets is vergeten. Het lijkt heel vriendelijk en mevrouw heeft geen enkele argwaan. Ze stopt nog een keer haar bankpas in de automaat en toetst haar code in. Let zo goed op de hand met de portemonnee van de man die haar zogenaamd verder helpt. Die portemonnee gebruikt hij om het zicht af te dekken. Hij haalt mevrouws pas eruit en geeft wat pinadvies, kijkt haar code af en weet zo ongezien een andere bankpas in de automaat te duwen. Daarna tovert hij wat geld tevoorschijn waardoor het lijkt of er normaal is gepind. Kijk hem eens vriendelijk lachen. Mevrouw is extra dankbaar als hij er even aan herinnert dat ze haar bankpas niet moet vergeten. Maar hier pakt zij dus de verwisselde pas. Terwijl ze wegloopt gaat de man pinnen met haar pas en is de glimlach ineens verdwenen. En weg voor ze door heeft. En deze man lijkt zijn slachtoffer heel bewust te hebben uitgekozen. Mevrouw is namelijk dementerend. Normaal worden er bankzaken door haar kinderen gedaan. En ze kon zich eigenlijk helemaal niets meer herinneren van dit voorval. Behalve dat er inderdaad misschien een aardige vrouw was geweest die er even had geholpen. Niks aardige mevrouw, nare man. Hij heeft daarna meerdere keren met haar pas geld opgenomen in Wassenaar. Maar ook in Leiden, onder andere bij supermarkt Dirk. Het geld opnemen stopte pas toen de kinderen van mevrouw ontdekten dat er een andere naam dan die van hun moeder op de bankpas die ze had stond. Het liefst horen we natuurlijk zijn naam. Maar ook als u weet waar deze man verblijft, vaker te zien is hoe hij zich verplaatst, alles helpt. Bel 0800 6070 met uw informatie.